Hey, goeiedag, mijn naam is Richard van Nes. Ik ben 43 jaar. Ik ben sinds vorig jaar oktober 2017 ben ik begonnen bij Simon Loos. Ik heb voor Simon Loos gekozen, ook puur om de reclame die je hebt gehoord, ook op social media, weet ik, heb internet. Dat Simon Loos een groot bedrijf is, een bedrijf dat om zijn mensen geeft, weet ik, en wil luisteren naar zijn mensen. Dat trok mij heel erg aan. Ik heb dit gedaan ook voor mijn gezin. Ik ben nachtchauffeur, ik zit op Maasdam. Ik ben ook Benelux-chauffeur, dus ik kom overal en nergens. Ik vind het hartstikke leuk werk. Het is een ruimomvattend werk. Je kan van alles krijgen en doen bij Simon Loos. Niks is eigenlijk te gek. Qua werkuren zit je ook hartstikke goed. Jij geeft aan wat je wil, hoe je het wil hebben. En zij gaan kijken voor jou of het gaat lukken. Als je ergens komt, omdat Simon Loos ook zo groot is. Overal waar je komt zijn Simon Loos chauffeurs, lopen of rijden daar zo. Dus je komt nooit in de moeilijkheden van ik weet het niet, ik ken het niet, ik snap het niet. Je kan het altijd vragen. Weet ik, is het wel niet aan de chauffeur te plaatsen? Is het wel, weet ik, aan de planning, een dokmanager? Of net bij ons op Maasdam hebben wij een WhatsApp groep. Je vraagt het op de WhatsApp groep en als iemand het ziet of begrijpt wat je bedoelt, krijg je gelijk antwoord terug. Simon Loos is ook het bedrijf, weet ik, wat graag wilt investeren in mensen. Als jij mag en kan werken, laten ze jou werken en ze geloven in je. Ze willen graag jou als chauffeur zien, weet ik, en ze zien jou ook graag als mens. Heb je hulp nodig, krijg je dat door een cursus. Lukt het dan niet, dan ga je mee met een mentorchauffeur. Lukt het dan weer niet, nou, dan ga je erover praten, weet ik. Maar Simon Loos laat je niet gauw vallen, ook niet als je wat hebt, weet ik. Of als je al iets hebt en je wil komen solliciteren bij Simon Loos. Ik heb het geluk, dat ik, ja, geluk wil ik niet zeggen, weet ik, maar ik had ook wat onder de leden, weet ik, en Simon Loos geloofde in mij en heeft mij toch daarbij aangenomen. Daar ben ik Simon Loos ook zeer dankbaar voor, weet ik, en ook gezegd van dat ik alles uit de kast zou halen om dat te bewijzen dat ik gewoon een goede chauffeur ben en dat ik wil laten zien dat ik het ook gewoon ken. En daar ben ik Simon Loos ook zeer dankbaar voor. Als je niet bij Simon Loos kunt slagen, in mijn ogen, dan kun je nergens slagen. Ik ben tot nu toe zeer tevreden. Ik werk 5 maanden daar zo en ik hoop dat ik nog heel lang kan en mag blijven.